Welkom terug bij Minecraft for Junkies Learning with Ben. We zijn de vorige aflevering zijn we geëindigd met een crafting table, een axe en een pickaxe, een beetje hout en een kist. We hebben het ook over bepaalde dingen gehad, zoals autojump en dat je je geluid niet te hard moet zetten. Wat in mijn geval nu wel iets te zacht staat. Dus zet ik hem iets harder. Eerste ding wat we gaan doen. Is we gaan steen halen. Om een furnace. Dat is een oven. En stenen tools te maken. In de tools zijn gewoon alles van een axe tot een pickaxe, een scheppie en een hoe. Het valt allemaal onder tools. Zo, dit even zo. Hoppakee. Hebben we gelijk ook wat kool. Wat we straks kunnen hakken. Helemaal mooi. Even kijken, hier was ons kistje. Oké, beginnen we met de furnace. Hierin kunnen we dingen bakken. Zet je naast neer. Hoppakee. Ziet er zo uit. Kun je dingen in bakken. We hebben daar. Ja, we kunnen de kool voor. Ja, we hebben eigenlijk hout nodig om dit goed te kunnen demonstreren, denk ik. Pittig, pittig, pittig. Zo, hoppa. De stick heb ik even niet nodig eigenlijk. Hoppa. Zo. Kijk, en zo snel heb je dus eigenlijk al stenen tools. Nu heb ik dus al een stone axe, dus is die houten eigenlijk niet meer nodig. Dus daarom heb je eigenlijk, als je wat beter hierin wordt, wat meer ervaren, dan heb je eigenlijk alleen maar een wooden pickaxe nodig om even 3 steen te halen en dan gelijk een stone pickaxe en axe te maken. Gelukkig kun je houten tools ook verbranden. Kijk, hier gaat het onder in de oven. Verbranden een acacia log. Wat er gebeurt als je een log verbrandt, is je krijgt charcoal. In ieder geval, dat is een koolsoort die je krijgt door hout te verbranden. En dat is anders dan deze kool, want het is gewoon een kool. En je zult straks zien dat die andere er ook een beetje anders uitziet. En maar verder wel hetzelfde voor hetzelfde ding wordt gebruikt. Zover ik weet gaat charcoal wel wat minder lang mee. Dus ja, dat is dan zo. Dus het wordt al over het algemeen aangeraden om gewone kool te gebruiken. In plaats van charcoal, maar mocht je nou echt geen kool hebben, dan kan je charcoal alsnog gebruiken. Hier, charcoal. Kees. Hoppa. Vergelijk ze eens. Kijk, dat ziet er toch een beetje anders uit. Niet veel verschil, maar toch. We pakken een sticky en dan met zo'n stick kunnen wij een torch maken. Een torch is eigenlijk een fakkel. Zo. Hebben we licht. Wat een flats, wat een idee. Ik vind het heel belangrijk dat we gelijk eigenlijk van het idee afkomen van oh, je moet in het begin een dirt huisje maken. Want heel veel mensen hebben dat gedaan, ik niet. Ik heb dat niet gedaan. En mensen zullen wel accepteren als je begint dat je een dirt huisje maakt. Maar ik raad dat af.
Je hoeft niet in dirt te leven. Je bent geen varken. Je kan wat zelfrespect hebben. Vind ik. En nogmaals, dat mag je lekker zelf weten. Maar in deze tutorial gaan wij het onder andere hebben over hoe je een beetje normaal een huisje kan neerzetten ook en al dat soort dingen. Beetje normaal. Beetje. En zoals je waarschijnlijk al door hebt, is dit direct na de eerste aflevering opgenomen. Dus dan weet je dat als je reacties voor de eerste aflevering hebt achtergelaten. Ik ga dat niet nu behandelen, want het staat nog niet online. Het is ook überhaupt nog niet geëdit. Het is, dit neem ik achter elkaar op, dus ja. Hoppakee. Hebben we wat ijzer. Iron. Ja, we hebben geen toortjes bij. Mooi plekje. Dit is wel een mooie map om te beginnen, een mooie wereld. Ja, je kan het wel. Ik ben altijd heel erg persoonlijk van steengroeves. Van heel actief gewoon naar beneden graven. Tenzij je naast een berg zit. Dan zit meestal steen heel dicht tegen Jan, maar... Normaal maak ik een steengroeve, dus daar gaan we het ook nog wel over hebben. Dat is ook heel efficiënt als je heel veel steen nodig hebt en dat soort dingen. Plus je hebt daar geen torches voor nodig. Even kijken. Daar zullen we zo een begin mee maken. Hoppa. Kijk, hier hebben we ijzer hebben we al. Vrij vlot. Gaan we lekker ijzer bakken. Wachten we even tot ons eerste ijzer binnen is. Gebakken is. Maken we gelijk een... Oh, dat moet ik nog niet doen. Eerst de ijzer is binnen. En daar maak ik gelijk een schild van. Waarom doe ik dit? Omdat je nu bij Minecraft bent. Oké. Als je op F drukt, wissel je tussen wat je in je hand hebt naar dit. Dus op F. En oh, als deze even weg gaat, zie je hem hier zo staan. Dus ook als je naar jezelf kijkt. Het wisselen door op F te drukken. Mocht je dat nou niet willen, kan je het ook gewoon hier zo op A3 doen. En waarom doe je dit nou in je linkerhand? Als je op rechtermuisknop drukt wanneer je niks in je hand hebt, krijg je een schild voor je. En dat houdt dus in alle klappen die jou gedaan worden, worden deels tegengehouden. Echter, als iemand een bijl heeft, kan die heel makkelijk je schild kapot slaan. Dus hou er rekening mee. En daarom raad ik ook aan dat je een bijl hebt in plaats van een zwaard. Om even een goed begin te maken... Je kan die beesten slachten, maar ik zou het niet doen, als ik jou was. Want ze zijn veel meer waard.
als je ze langer houdt. Want dan groeit gras aan en dan eten zij dat weer en dan heb je weer wol. Dus wat je dan kan doen is, als we ijzer hebben, maken we twee dingen van dat ijzer. Maken we met drie, maken we een emmer. Emmers heb je altijd nodig. Maken we met twee een schaar. Ik heb dit gat hier gemaakt, als die er random in loopt, dan is dat mooi. Knippie knippie. Drie wol. Hartstikke doosie. We zijn een beetje hout tekort. Maar dan doen we zo. En dan deze erboven. En dan hebben we een bedje. Hartstikke idee. Rechtermuisknop erop. En de reden waarom je dat doet is respawn point set. Dus als ik nu dood ga, kom ik hier weer terug. Zolang dit bed hier staat. Daar moet je zelf dan niet in vallen natuurlijk. We hebben heel wat spulletjes. En we gaan eerst maar eens op zoek naar Oakwood. Of is dat geen oak? Ik kan het heel lastig zien. Volgens mij is het oak. Hop. Ook. En zo zie je alweer, bij mij gaat heel veel dingen gaan gewoon automatisch. Als in, ik ben het gewend. Dus bijvoorbeeld als ik loop, dat ik ook spring. Of sprint. Of een combinatie tussen spring en sprint. Dus is dan spring sprinten. Dan ga je nog sneller om snel voort te kunnen bewegen. Het maakt niet uit of jou dat wel of niet lukt. Doe het lekker op je eigen tempo. Het is niet belangrijk dat je alles gelijk moet kunnen. Wat wel belangrijk is, is dat je zo gauw als je een bucket hebt, dus een emmer, dat je die even vult met water. Want, stel je voor, ik zit hier vast, help, ik zit vast, ik kom niet naar boven. Water, spatiebalkje gedrukt. En bam, je zwemt zo naar boven. En verder heeft het nog meer praktische doeleinden. Daar gaan we het nu even niet over hebben. Maar wanneer we zover zijn, wanneer we eraan toekomen, gaan we het er zeker over hebben. Probeer ook altijd genoeg schaapjes te scheren. Het is echt niet zielig. Ze voelen geen pijn. Maar wol is sowieso handig voor bedden. Maar ook voor, weet je die dingen, carpets. En eventueel vlaggetjes of zo. Weet je. Alles wat je maar eigenlijk wil maken wat er leuk uitziet. Wordt wel een keer, hoe dan ook, wol voor gebruikt, zowat. Ik ken niemand die nog nooit wol heeft gebruikt. Hop, 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 hop. Oh, kijk, val ik. Hoppakee, watertje. Water mee. Kost me geen enkele blokken. Hoppa. Hier boven zaten we. Yes. Je kan een shears meenemen. Schaar, maar hoeft niet. Je kan ook, als, mocht je deze bladeren nou willen als een soort bosje, kan je ze ook knippen met een schaar. En dan worden blokken die je kan gebruiken.
Snel. Hoppakee. Zo. Hoppakee. Nou, ik wil de video's wat korter houden, dus in dit geval bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie in aflevering 3.